Hallo, de vorige video was echt heel erg saai. Ik weet het. Maar het is weer nu. Eindelijk. Weer uploaden. Jongen, het is zo lang geleden. Echt. Ik kan het bij me niet eens meer herinneren. Volgens mij was het logeren de laatste tijd. Mijn neefjes. Ik weet echt niet meer aan het stemmen of zo. Maar, wat ik nou wil zeggen. Ik had vandaag. Nou, zo zal ik hem niet. Wacht. Ik ben hoesten dus. Nou, dan doe ik het gewoon. Dan, jongen. Oké, kijk. Toen deden wij zo. Doe mij na, oké? Doe mij na. Toen deden wij zo. Bij wel een dodo project. Weet je wel, met vrachtwagens. Allemaal mensen zijn omgekomen. Het is echt holy. Dat is echt, vind ik echt erg. Wie wil er nou onder een. Acht. Maar oké, je gaat hun echt. Als je in die dood. Ik heb in de vrachtwagen gezeten. En dan keek ik zo het spiegeltje in. En hij kon niet eens achter die auto zitten. Dus als je erachter zit en hij gaat achteruit. Nooit doen. En ook nooit tussenin staan of zo. Maar gewoon aan de rechterkant blijven staan. 3 meter of zo eraf. Misschien wat verder zelfs. Maar echt uit de buurt blijven met je fiets. Echt laatst nog Rotterdam. Een kindje uit Rotterdam. 7 jaar. Bah. Nou, oké. Okay. Maar wat ik al zei. We moesten echt zo lang in de rij staan. En toen we klaar waren met school was het namelijk. Toen we klaar waren, moesten we nog heel lang wachten tot de rest klaar was. Zo lang was dat niet. Het was minder lang dan wat we gewacht hebben voordat we. Want we hebben 27 kinderen in de klas. En zo en iemand die daar zit, 5 minuten of zo. Dat is echt heel lang. En dan, ja. Ik ga niet rekenen nu, dus je het even rustig. Niet als in hoeveel is staan. Nou, reken het zelf maar uit. 27, nou, boeiend. Dan gaan we nu. Wat wij dus deze. Een beetje geroffel. Allemaal dat soort dingen. Dat was best wel gek. Deden we zo. Dat is echt heel dom. Of dit. Nou, dat was eigenlijk wat wij in principe deden, maar niet bepaald leuk. Maar we gingen ook gewoon een beetje praten. Ja. Waarover gingen we praten? Oh ja, over iets, maar dat ga ik liever niet vertellen. Nou, als de gast deze video ziet, jongen. Misschien Niels weet het niet, maar Mark of Steyer, jongen. Gelijk. Oh ja. Nou. Dik kontras. Nee, oké. Dat was eigenlijk een soort van onderwerp daarvan. Maar als jullie het zien. Doei. Laat in de reacties achter. Als je het weet. Je kunt er geen prijs mee winnen. Maar het is gewoon leuk. En misschien kom jij hier in een keertje in mijn opnames. Doei.